Het is de elfde van de 11e. En nou is er normaliter een heleboel te doen. Het is de start van het carnavalsseizoen. Uh, hoe ziet het er normaal uit? Uh, normaal, uh, diverse verenigingen die doen dan hun prins bekendmaken. De nieuwe prins voor dat jaar. En uh, wij als Hanen zijn een jaar of acht geleden gestart met een groot feest te organiseren op het Stratum Zend, Een welbekende uitgaansstraat in Eindhoven. Ja. En uh, daar doen wij een lempje. Hè, want Eindhoven staat wel bekend om het licht natuurlijk. Ja, uh, Doen we een lampje aansteken, ja. een lampje. En vanaf dan is het eigenlijk uh, het officiële moment begonnen. Er wordt een biervaartje aangeslagen door uh, onze Hofbrouwer Bavaria. En toespraakjes gedaan en dan barst het feest los. Dan uh, ja en, het carnaval. en dat is dan gewoon straatcarnaval en de kroegen in. Ja. Met name straatcarnaval. Uh, nou, de... is het ook al een beetje uh, soms in de buurt van glow? Hè? Ja, dat, uh, dat loopt altijd samen. <laughs> en GLOW is een geweldig spectaculair lichtfestival in Eindhoven, ja. waar echt honderdduizenden mensen op afkomen. Uh, we hebben afspraken gemaakt met uh, de GLOW. die proberen altijd voor het, het straat om zijn te ontwijken. Goed zo. Ja. Want er was vroeger nog wel uh, bijvoorbeeld bij het oude rechtsbaansgebouw en zo waren er altijd nog dingen. Maar dat is nou echt niet te doen, hè? Nee, dat is niet te doen. 11-11 uh, wordt ieder jaar groter. Glow wordt ieder jaar groter. En ja, ja ze proberen er echt te ontwijken. Nou, en nou is het afgelopen? De uh, nee. Corona. Het is niet afgelopen. Het is in een andere vorm. Je moet creatief zijn, hè? Ja, dus wat is, uh, wat is allemaal uh, aan het gebeuren? Nou, er zijn uh, online uh, evenementen, worden gedaan uh, met zoveel mogelijk uh, carnavalsartiesten. Uh, de stadsprins zelf natuurlijk. En dat wordt dan uitgezonden op Lampegat-TV ook Lampen vanavond. Ja, ja lampegat.tv. Dat is uh, een onderdeel van ed.nl, uh, uh, ja. Eindhoven Dagblad, en daar kun je de livestream op zien. En ze trappen zo dan nou maar officieel het carnaval af met een uh, online met het vaatje aanslaan, het lemken ontsteken, de tradities blijven voortgaan. Maar allemaal te volgen via het internet. Dus ja, uh, allemaal uh, op de corona verantwoorde wijze. Het is allemaal coronaproof. Want ja, we zitten nou he helaas met dat virus. En uh, daar moeten we ons eigen aan houden. En hoe ziet de rest? Want uh, uh, we hebben straks hebben we het over voorfeesten. Maar normaal zou er na het 11-11 uh, natuurlijk ook een heel traject zijn. Maar alles is dicht. Ja, de, ja, alle, nou ja sowieso is alle horeca gesloten. Uh, de meeste carnavalsverenigingen hebben echt hun... Activiteiten gestaakt voor uh, het komend jaar. Uh, er zijn nog een paar kleine lichtpuntjes voor evenementen. Maar die gaan allemaal coronaproef en online. We gaan er zo verder nog over praten.